De volgende gast in deze aflevering van Tiel aan tafel, dat is Karel Huibers. Karel, van harte welkom. Als ik zeg bomen, wat zeg jij dan? Zonder bomen geen leven. En zo simpel is het. Zo simpel Je komt hier uit de regio, bent nauw betrokken bij die laanboomsector die hier actief is, met name in Neder-Betuwe. Wat is jouw rol daarin precies? Nou, ik ben zelf een boomkweker, van jongs af aan, van kinds af aan. Ik kom uit een hele grote familie. En we zijn met 9 jongens en die zijn alle 9 in de boomkwekerij beland. En allemaal hebben ze een eigen onderneming. En we zijn opgegroeid in de laanbomen. Met name is dat voor deze regio een hele belangrijke. Hmm. De kraamkamer van Europa noemen ze het hier. Want hier worden de jonge bomen geteeld voor over de hele wereld. Ja, en daar wordt eigenlijk heel weinig bij stilgestaan. Maar het is gigantisch wat hier eigenlijk gebeurt, hè? Ja, hier zitten ongeveer in deze regio zitten 165 boomkwekers. Grote en vele kleinere ook. Maar die vertegenwoordigen bij elkaar 1800 hectare boomteelt, intensieve boomteelt. Dus dan wordt elke 3 jaar heb je een nieuwe cyclus van bomen. Dus stel het maar uit, dan kom je echt op verschillende miljoenen bomen die hier geteeld worden per jaar. En jouw rol erin, eigen bedrijf zeg je. Wat speelt er op dit moment in die sector? Er is enorm vraag naar bomen, want iedereen is op dit moment gelukkig bewust van dat bomen hebben we nodig voor ons zuurstof. Zeker. Bomen hebben we nodig voor de waterafvang, enorme hoogstbuien. Bomen die gebruiken enorm veel water. Ze geven als het heel warm is schaduw, dat kan in de stad wel tot 15 graden schelen. Ze geven heel veel rust voor de mensen. Als je mensen gestrest zijn, je gaat s'avonds gezellig in de tuin zitten, dan kom je tot rust. Ook dat geeft een boom. De vogeltjes die fluiten erin, het hele ecologische systeem zit erin. Ja, dat klopt. Dus zo simpel is het ook. Ik heb zelf ook, als ik in de stad ben geweest, dan wil ik graag weer terug naar groen. Ja. Het leeft enorm. En ik ben ook heel blij, want het is ook hard nodig. We zien het er om ons heen. Alles wordt volgebouwd, maar vergeet alsjeblieft niet de bomen. Daar is ook over gesproken bijvoorbeeld met de provincie, met de gedeputeerde Drent. Wat is daaruit komen rollen? Nou, ze willen, we hebben het ook op het nieuws, jongsleden natuurlijk, verschillende keren gezien. Dat er miljoenen bomen aangeplant moeten worden. En dat gaat ook zeker gebeuren. Drent is daar ook erg mee bezig. Die is ook erg betrokken ermee. Hij snapt het belang. Hij snapt enorm het belang, maar hij is ook erg ervoor om er wat mee te gaan doen ook. En niet stil te blijven zitten. Maar ik denk dat onderhand de hele wereld zich bewust wordt. Maar we moeten één ding niet vergeten. Als ze de Amazonegebied blijven kappen, dan kunnen wij nooit tegen telen. Want één boom hier geplant, zijn er daar 1000 eruit. Bomen, bossen, belangrijk, maar ook individueel. Bij mensen thuis kan er het een en ander gebeuren en moet er het een en ander gebeuren. In tuinen, op balkons. Ja. Hoe zit dat? Hoe zien jullie dat? Nou, er is een campagne geweest, tegel eruit, plant erin. Dat is er ook zo een. Maar een heleboel mensen denken van een boom, die wordt me te groot. Dat kan niet bij mijn tuin. Ik heb maar een tuintje van 4x4. Nou, je staat versteld van, wij zelf telen alleen al een kleine 200 bomen die een soort van ziektevrij zijn, dus je hoeft je nooit te spuiten. Die zijn smal of klein kronige bomen. Die kun je in je tuin plaatsen, waar je ook wil. Allerlei kleuren, bloemen. Ja, je kunt van je tuin een soort boeket maken als je wil. Met bomen die klein blijven en die toch. En elke boom die je plant, doe je iets goeds voor de natuur, voor jezelf, maar ook voor de wereld. Oftewel, er is ook in die hele laanboomsector een hele ontwikkeling. Voor elke portemonnee en voor elke mogelijkheid is er wel iets te vinden. 100%, gegarandeerd. Er is voor elk iemand een klein budget, groot budget. Er is voor iedereen wat te vinden. Nou, hartstikke goed. Als er weer ontwikkelingen zijn in dat laanboomverhaal, dan nodig ik je bij deze graag nog een keer uit. Zullen we dat afspreken? Ja, dank u wel. Mag ik je danken voor het gesprek? Dank u, van hetzelfde.